Zo'n meidoornhaar was vroeger eigenlijk een soort prikkeldraad. Vaak had men vee in de boomgaard lopen. En door zo'n meidoornhaar en de doorns dus, ging het vee er niet meer uit. Tegenwoordig is zo'n haar heel waardevol, ook vanwege die doorns. Maar dan vooral omdat er heel veel vogeltjes bijvoorbeeld gaan schuilen, wegvluchten in zo'n haar. Maar ook omdat ze er gaan nestelen. Eigenlijk zijn het kleine groene snelwegen door het landschap. Je kunt je voorstellen dat in die onderbegroeiing kunnen allerlei beestjes wegkruipen. Muizen die zullen hier zich doorheen verplaatsen. Van het ene erf naar het andere erf bijvoorbeeld. Of kleine marterachtigen. En ook kikkers bijvoorbeeld, die hier een schuilplekje vinden. Ik weet niet precies hoe oud deze meidoornhaar is, maar dit is echt al een oudje. En dat kun je ook zien omdat er allerlei andere soorten doorheen zijn gaan groeien. Dat kun je natuurlijk ook aanplanten als je een meidoornhaar aanlegt. Maar een hele oude meidoornhaar krijg je ook spontaan andere soorten er doorheen. Je kunt hier bijvoorbeeld hulpsten doorheen zien groeien. Er zit klimop onderdoor en ik heb ook op een aantal stukjes wat eitjes ertussen zien groeien. Dit maakt het een heel gevarieerde haag. Deze meidoornhaag staat er al een tijdje. Maar als je een meidoornhaag wil gaan aanleggen, dan is het belangrijk dat je 4 struikjes per meter plant. En wat heel belangrijk is, is na aanplant meteen de struikjes inkorten. Dat zorgt er namelijk voor dat ze aan de onderkant mooi breed uitlopen. Voor een mooie volle haag is het belangrijk dat je hem 2 tot 3 keer per jaar snoeit. Een ander voordeel daarvan is dat de takdoorns dan wat minder hard worden. Hier zijn we dan aangekomen bij de wat jongere haag. Deze is ongeveer 10 jaar oud. Maar u kunt zien, het is al een behoorlijke haag. De hoogte van zo'n haag kunt u helemaal bepalen met uw snoeien. Dus het kan 1,5 meter, maar u kunt ook gaan tot 2,5 meter als u dat wilt. Kijk maar hierachter.